Samu, wat vond je van de wedstrijd? Ja, fijne wedstrijd natuurlijk. 4-0 gewonnen. Dus ik denk sowieso verdiende overwinning. Eerst heb ik gewoon veel aan de bal geweest. Overliggende partij. En tweede helft wel iets minder dan in de eerste helft, maar uiteindelijk gewoon verdiende overwinning. Ja, begin tweede helft hadden zij nog wat kansen. Werd het toen voor jou ook spannend? Ik denk dat het niet echt heel spannend werd voor ons. Misschien iets meer weggeven in het begin van de tweede helft inderdaad. Maar ik denk uiteindelijk, als je gewoon de 3-0 maakt, dan is het gewoon klaar en dan is de wedstrijd gewoon op slot. Ja, en op slot zat die wedstrijd voor jou eigenlijk ook al vrij snel, want heel veel kansen hebben zij verder niet gehad. Is dat lekker voetballen voor jou? Ja, natuurlijk is dat lekker. Ook sowieso als je veel de bal hebt. En als zij veel kans, of weinig kansen creëren, dan is ook gewoon, dat betekent gewoon dat we goed compact zijn als team. Dus dat is een mooie verdienste van ons, ja. En dan ben je inmiddels 7 wedstrijden op rij ongeslagen, maar je bent ook de minst gepasseerde ploeg. Is dat ook een verdienste van jou als verdediger? Ja, ik denk sowieso als verdedigers, alle verdedigers en een heel team eigenlijk. Want we gewoon heel compact staan en dat beloont uiteindelijk in deze titel. Jij bent een speler die natuurlijk heel veel over de zijkant komt. Is het dan ook voor jou lekker voetballen dat het zo makkelijk gaat en dat je die mogelijkheid ook krijgt? Ja, zeker. Zo, het is natuurlijk, ik speel in een heel voetballend team. En dat is fijn als je zulke spelers om je heen hebt die gewoon heel erg voetballend zijn. En dat voetbalt voor jezelf automatisch ook makkelijker. Ja, ja en er wordt ook al veel gesproken over, moeten we naar boven kijken? Want naar beneden hoeft niet meer. Is het linker rijtje de doelstelling misschien te laag ingezet? Vind jij dat je daar al naar mag kijken nu? Ik denk gewoon dat we van wedstrijd naar wedstrijd moeten kijken. Dus volgende week zit ASWH op het programma en dan moeten we ook gewoon weer winnen. En dan, wie weet staat er iets heel moois te wachten dit seizoen. Ja, hoe is het eigenlijk bij ACV voor jou? Ja, goed. Goed. Tot nu toe alles gespeeld. Voel me goed, voel me lekker en het is mooi om hier te spelen natuurlijk.